De 9-jarige Melissa de Kroon uit Mierlo heeft een heel bijzonder huisdier. Hoe heet die? Rocky. En wat is het voor vogel? Een kerkuil. Hoe kom je aan een kerkuil? Die hebben wij van vrienden gekregen. Rocky is net als Melissa op 25 mei jarig. 7 weken na zijn geboorte kwam hij in het gezin van Melissa. Moeder Amanda Kersten is helemaal gek van uilen. Ja, het is gewoon perfect. Het is gewoon echt ons huisdier. Hij hoort bij het gezin en hij gaat zelfs mee op vakantie. We zijn laatst nog een weekend weg geweest en hij is hier gewoon meegegaan. Toch is de kerkuil geen alledaags huisdier. Een kerkuil is een beschermd dier. In Nederland leven zo'n 2500 broedpaartjes in de vrije natuur. Er is op zijn minst een flinke discussie of de kerkuil wel geschikt is als huisdier. Zonder de benodigde papieren en een pootring mag de vogel niet gehouden worden. En zijn eetgewoontes zijn ook niet voor alle mensen even verfijnd. En eendagskuiken? En we zijn het zeker van, ja, zo'n dier hoort eigenlijk gewoon in de natuur thuis? Zou je wel zeggen, dacht ik altijd ook. Maar hij is in gevangenschap geboren. Dus als we hem nu gaan loslaten en echt in de natuur zijn vrijheid zouden geven, dan overleeft hij het niet. Die gaat gewoon zitten op een boom, op een tak. En dan is zo, even lekker rondvliegen. Hij wordt moe, hij gaat zitten. Nou, waar blijft mijn kuiken? En die gaat zitten wachten. Ja, de kuiken, dat komt niet. Dus dan uiteindelijk gaat hij dood. Dochter Melissa heeft er al 2 spreekbeurten over de uil op zitten en gaat regelmatig op visite met Rocky. En altijd ga ik dan naar de bejaarde mensen en dan neem ik hem hierop mee. En dan kan je met zijn touwtjes, wie hier ook aan vast komen te zitten, die gaat dan hier ook aan. En dan ben ik bij het bejaarde thuis en dan vinden mensen dat altijd heel leuk. En dat.